Hallo lieve Leo, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 21, 22 tot en met 28 mei. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve Leo, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Een sprong van vertrouwen. Ik heb het gevoel dat je heel veel in ontwikkeling zit. Dat er heel veel om je heen aan het veranderen is. Wat je soms ook heel erg eng vindt, maar je kan er ook wel weer van genieten. Maar ja, het stukje vertrouwen, dat is nog wel af en toe dat je denkt... We gaan eens even verder kijken, lieve Leeuw, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Leeuw deze week verwachten? Ja, je bent ook wel echt bezig met het stukje toekomst. Ik zie vooral dat deze week echt belangrijk is om lief te zijn voor jezelf. Ik heb het gevoel dat je toch wat meer in strijd zit met jezelf, helemaal omtrent het vertrouwen. Dat je misschien toch weer te veel terugkijkt naar het verleden, had ik maar. Want je bent nu gewoon bezig om je doelen en je wensen na te streven. En dat kan heel erg eng zijn, want hoe groter je droom, hoe meer angsten er vaak naar boven komen. Maar... durf in je kracht te staan en durf toch positief naar het hier en nu te kijken en naar de toekomst. Want er komen nieuwe ervaringen, er komen nieuwe mogelijkheden naar je toe. Maar het is wel een kwestie van durf in je geloof te staan, durf in de bloei te staan, durf te transformeren. Durf tijd voor jezelf vrij te maken om dingen in jezelf nog te veranderen. Durf in licht en liefde te geloven. En af en toe pauze voor jezelf te nemen, want ook dat is heel erg belangrijk. Maar dan zal je merken dat obstakels uit de weg gaan en dat je volledig in je kracht komt. En ja, dat je dat dan veel meer kan omarmen. We gaan eens even verder kijken, lieve Leeuw, naar een mooie positieve boodschap voor jou. Ja, er komen oneindige zegeningen naar je toe. Dus vertrouw daar maar op. Lieve Leeuw, ik hoop dat je hier wat aan gehad had. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl of check even mijn Facebookpagina. Links zie je ook hier onderin. De 23ste is een leuke workshop omtrent tekeningen lezen. 30ste is een leuke cursus omtrent orakelkaarten. 3 juni zit ik op de spirituele beurs in Dronten. En 17 juni is een biosensor workshop. Super leuk en interessant. En hij zit bijna vol. Dus geef je snel op. En wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.